Ja, vrienden, wat hebben we weer genoten van de BNB voor liefde. Ja, het was weer om in te lijsten. Ja, laten we eerst maar even kijken. Bijvoorbeeld al in Portugal, bij die weet je wel. Het is ook weer smullen. Want ja, daar komt er dus een nieuwe dame binnen. En hij zit daar met zijn kuifje. En kuifje en weet je wel. Nou, ja, dat is nu een stelletje. Dat is klaar. Maar ja, dat weet die nieuwe figuur weet dat niet. Dus ja, dus waar zitten we naar te kijken? Naar een of andere raar theater van de lach, toneelspelletje, deurtje in, deurtje uit. Maar eigenlijk lijkt het een beetje op het tv-programma De Verraders. Ja, dat wij weten als kijker hoe het zit. En daar weten ze niet hoe het zit. Ja, weet je wel. En wie is de getrouwe en wie zijn de verraders en dat? Ja, dus dat maakt het wel weer heel lollig. Ja, schakel ik gauw over naar Madeira, want daar zit die rettekatet met die kakkie neus, met die tjerk. En die zitten dan op, nou ja, weet je, het is niet te harde gewoon. Die zitten dan bij elkaar op een bankje. En die vinden het dan leuk om ook weer van die keelklanken uit te wisselen tegen elkaar. En dan zeggen ze de hele tijd, ik vind jou wel heel erg interessant. Ja, en dan zegt die ander weer, ik vind jou ook heel erg interessant. Dus zij vinden het dus buitengewoon interessant om interessant tegen elkaar te zeggen, weet je wel. Ja, maar ja, dat begrijpen wij natuurlijk. Zo'n klootjesvolk en het plebs, ja, daar begrijpen wij natuurlijk niks van. Nee, want zij zijn OSM. Weet je wel, ons soort mensen. Gadverdamme nog aan toe. Dus schakel ik gauw over naar het hoogtepunt natuurlijk. Naar Oostenrijk. Ja, want daar hebben we dus drie spelers. We hebben die Harm Jan, de huisman. En we hebben die Ruud. Dat is de, zeg maar, die van de spion van de belasting. Dus die heet de spion. En dan hebben we natuurlijk Jodelaïti 2. Nou, vrienden. In die setting zagen wij dat de huisman, die had een voorsprongetje. He? Die ging wel aardig zo ver dat kon dan, zover dat gaat, met Jodelaïti 2. Nou, en ja, maar die maakte een foutje. Die ging liegen over dat hij al met haar gezoend had. En daar werd ze al boos over. Nou goed, en intussen dook die spion, die dook een beetje in dat gat. Ja, die denkt, oh, hier heb ik een beetje ruimte om te spelen. En die ging leuk doen tegen haar. Ja. Nou, ik ga je wat vertellen. Jochem Meijer, André van Duin, die krijgen haar niet aan het lachen. Die Jodelaïti 2. Ja, dat gaat niet lukken. Die kunnen dat echt schudden. Maar deze spion, die lukt dat dus wel. Ja, hoe het mogelijk is, weet ik niet. Maar hij maakt Jodelaïti 2 aan het lachen. En hij pakte een voorsprongetje. Maar wat gebeurt er daarna? Kijk, de huisman die moest wat kruiden bij het eten doen. Want die ging koken, die ging ze natuurlijk weer, ja, daarom heet hij de huisman, die ging ze weer aanstellen. Die wilde weer een goede indruk maken. En die gooit één lepeltje kruiden te veel bij het eten. Want Jodelaïti 2 had gezegd één lepeltje. En hij deed er 2. Vrienden, ja, een misdaad. Ja, en daar werd zij heel erg boos over. Maar dat niet alleen. Ze werd boos over te veel kruiden in het eten. Maar ook nog een keer dat zij had iets gezegd tegen hem. En hij had haar afgebroken. Hij was er tussen gekomen. En daar houdt Jodelaïti 2 helemaal niet van. En dat had hij ook nog eens gedaan met, zeg maar, harde, schuine streep, schreeuwstem. Had hij gedaan. Het was helemaal de wereld te klein. Nou, en dat gaf ook weer heel veel ongezelligheid in huis. Kunnen jullie het allemaal nog volgen? Want dit gaat werkelijk over helemaal niks. Maar dat maakt, en dat weten wij, BNB voor liefde juist nou zo leuk. Ja, want die Jodelaïti 2, ja, die verslaat 1 met kilometers, maar ook de mout uit de Boerzoekvrouw wordt ook zwaar voorbijgelopen hier
in één keer door Jolaiti 2. Nou, in ieder geval, we gaan weer terug naar het verhaaltje. We hebben dus Bonje in huis. En dat gaat dus dan over iets te harde stem. En geïnterrumpeerd. En over de kruiden. Ja, te veel kruiden. Nou, en daar hebben we dan een gesprekje over. Nou, het was een beetje ongezellig geworden. Dus dacht de huisman, we gaan het even uitpraten. Nou, en dat ging dus weer helemaal fout. En hup, en voor je het wist, stond zij te schreeuwen tegen hem. En jij gaat mijn grenzen over, want zij vertelde, zij zit altijd met grenzen. Ja, jij gaat mijn grenzen over. En ook jij gaat niet mijn grenzen over. Nou, daar kwam het op neer. En voep, en weg was ze weer. Nou, zij met die grenzen. Ja, je moet dus de hele dag, als je met haar dus iets wil hebben, moet je de hele dag, of ja, je moet sowieso een paspoort in je achterzak hebben, want je weet nooit bij welke grens je aankomt. Ja, en zij loopt de hele dag met zo'n stempelkussen in haar hand. Ja, want zij is de hele dag bezig met haar grenzen. En dat wist op een gegeven moment de huisman ook niet meer. Die wist ook niet, ja, waar zitten al die grenzen dan bij haar? Ja, die was ook helemaal de weg een beetje kwijt. Nou, in ieder geval, hij is op achterstand gegooid een beetje. Dat is duidelijk, die huisman. En die spion, die slim, die denkt bij zichzelf, ik ga net doen alsof ik mezelf opoffer. Ja. Dus die zegt nou, als ik in de weg zit tussen jullie tweeën, dan ga ik er wel vandoor. Oh, doorzichtig. Enige wat hij wilde horen natuurlijk, van Jolaiti 2, van nee, jij moet niet weggaan, jij moet blijven. Nou, en zover zijn we nu, vrienden. Ja, ik ben er gewoon helemaal doodmoe van. Helemaal back en back af van dit hele gebeuren. Want ja, het gaat ook in elke vezel van je lichaam zitten, die B&B vol liefde. Het is niet zo dat je dan maar eventjes achterloos naar kan kijken. Nee, het is de reis die je meemaakt. Het is die belevenis. Ja, en het wordt alsmaar gekker. En we hebben gelukkig nog, vrienden, ja, gelukkig nog, nog 2 volle weken krijgen we nog van de B&B vol liefde.